Kijkers, van harte welkom bij aflevering nummer 5 van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. De positieve reacties die wij van u hebben ontvangen, stellen wij gaarne op prijs. In deze aflevering van Focus hebben wij de volgende onderwerpen voor u. President Desiré Bouterse heeft voor de eerste keer in het nieuwe jaar de pers ontvangen en over een aantal zaken van gedachten gewisseld. Minister Roline Samsudien geeft een statement over de kwestie Brownsberg. Het hoofd van de afdeling verkeer, de heer Wip, gaat in op het niet functioneren van enkele verkeerslichten op drukke kruispunten. Een donatie van de Chinese ambassade aan de First Lady van de Republiek Suriname is ook een onderwerp vandaag. En wij sluiten af met reacties van Ilsida Toumere en Ronaldinho Pinas, de winnaars van de 10 kilometer snelloop tijdens de 16e Biggie Brokiwaka. Wij beginnen met het eerste onderwerp vanavond. Dat handelt over de persconferentie van president Desiré Bouterse. Het staatshoofd is op een aantal vragen van journalisten ingegaan. De president gaat in deze editie van Focus in op het 8 december proces en de ontwikkelingen in Venezuela. Kijk, 8 december. Ik ben, zoals ze dat vaak zeggen, de mensen op een bepaald niveau die aan politiek doen, met politiek dier genoeg, om te zien dat men alles aandoet van, maar hoe moet je deze vent nou verslaan? Al jaren wordt 8 december natuurlijk tegen de tijd dat de verkiezingen komen, is het 8 december verhaal met filmpjes en ga zo maar door. En je ziet dat, ondanks dat, wint hij 2010. Hij gaat weer door met je 8 december ding, hij wint weer in 2015, dat gaan we dus nou anders doen. Het politiek gedeelte van 8 december is voor mij heel erg duidelijk. Men wil maar die Bouterse een proces aan zijn broek smeren, men wil hem maar straffen. Ik ben geen jurist. U bent geen jurist, althans velen van u niet, denk ik. Maar in elk geval heeft God ons voldoende grijze massa gegeven. En ik wil een paar dingen zeggen. Op de eerste plaats, je wil een verdachte straffen. Dat land welke dit hele scenario heeft gedraaid en alle informatie heeft, dat land heeft het scenario gedraaid, heeft alle informaties. Je zegt, ik ga je die informatie niet geven. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het bewaren, ik ga het over 60 jaar publiceren. U hebt informatie en u wilt iemand straffen, maar u kunt niet over de informatie beschikken. Maar laat me nog een mooier ding vertellen. Het zogenaamd onderzoek van deze club van 8 december is 23 jaar geleden begonnen. 23 jaar geleden. Uiteraard werd ik ook uitgenodigd om een procesverbaal te maken. En ik vroeg aan meneer Ramnewas, hoe heet, Weilen, God hebben zijn ziel. Ik zeg, meneer Ramnewas, welke kleur hem had u aan 23 jaar geleden? Hoe bedoelt u? Ik zeg, u gaat me iets vragen over 23 jaar geleden. Laat het even in het midden laten. Maar laat me u iets zeggen. Niet 23 jaar geleden, dezelfde dag toen dat dubieuze rapport werd uitgebracht. Wat daar gebeurt, dat dubieuze rapport. Ik heb het genoemd dubieuze rapport. Dezelfde dag heeft deze man, Desiré Delano Bouterse, direct justitie opdracht gegeven om een onderzoek te plegen. Direct. Niet 23 jaar later. Terstond. Dat rapport is gegaan naar justitie, is gegaan bij OM. En een van die rapporten
Ik heb het niet in mijn koffer, in mijn tas, of thuis of in de kazerne. Ik heb het... Ja, garop, tjera. Ik heb het gezet bij de Surinaamse bank, in de kluis van de Surinaamse bank. U kunt me niet zeggen, u kunt zeggen, ja, thuis, kan je het verliezen. Heb je het gezet bij SPSB, Doe heeft het voor je genomen. In de kluis van de Surinaamse bank heb ik het gezet. In de kluis van de Surinaamse bank. De man van justitie die het onderzoek heeft gepleegd, is in leven. Dat team is in leven. Die PG, die echte PG, die echte, echte nationalist, geen leugenaar, geen pionier, een echte PG is in leven. Als je al deze dingen erbuiten laat, hoe ga je verdachte X, die dingen moeten er zijn, om de man te kunnen veroordelen? Maar je wil de man maar veroordelen, daarom zeg ik van, het is een politiek proces. En laat me één zeggen, en waarom zeg ik die echt? En zo mensen, kijk, als mensen geen respect hebben voor zichzelf, dan kan ik niks aan doen. Wanneer deze PG, deze PG, huidige, aan mij zegt, we gaan het dit moeten eindigen, zeg, taksap zei het aki. Je moet dit artikel moet je gebruiken, dan geeft u me de opening, dan los ik dat ding op. Om een week later aan zijn auditeur militair allerlei andere zaken te vertellen. Ik bedoel dan, en wanneer ik vertrouwen in opzeg, dan is het lijden en les. Deze PG, hij is in leven toch. Hij heeft gezegd, je moet dat gebruiken. En dat dokt hij later. Dus ik heb geen respect voor dit soort mensen. Dan doe ik vrolijk mee aan het, dan kijk ik naar het toneelspel, maar ik doe er niet meer aan mee. Dus ik neem aan, ik zeg, ik ben geen jurist. Er zullen juristen onder u zijn. Maar hoe gaan we deze man veroordelen? Ik heb de informatie, maar ik geef het niet. Die ander moet die informatie hebben, zeg maar, ik weet niet waar ik het heb gezet. Hoe ga je met die echte informatie, niet van 23 jaar later, met allerlei dingen, van mensen die tot zogenaamde kroongetuigen wilden. En dan ben ik naar Gadara. Uiteindelijk heb ik Tjeri en Srivi, want hij zou natuurlijk vreesbaar krijgen dat hier in 10 jaar het deed. Maar goed, we gaan allemaal een keer doodgaan. Dus in Lukbad, dat ik het. En op Bonoera, naar levende kantoren met Taki. Dit is een politiek proces. Geloof me. Kijk, ze trekken alles open. Ze trekken alles open. Een meneer Toon. Toon heet hij, geloof ik. Een meneer Toon staat gewoon daar. Een geestelijke leider. Op 8 december, halve waarheden en leugens te vertellen. Gewoon, natuurlijk op het kansel kan niemand antwoorden. Ik wil hem graag een keer zien. Gewoon staat er maar leugens te debiteren daar. Ja, mijn saar, Toetje, wat zeg je? Gewoon ik na pijlee. Je lee, zou Toetje zeggen. Dus die hele toestand, in plaats dat hij gaat dokken, want de organisatie waarin hij zit. Daarom is hij vaak in het binnenland, en onze jongetjes in het binnenland beschermen. Maar goed, dat is een ander ding. Maar ze trekken alles uit de kast open en daarom moesten we vals voor die zoontjes zeggen, ja hoor, want dan ga je niet zeggen van wat die man gezegd. Kijk hoe hij zich heeft gedragen, huppelepup en noem maar, met tegen een grasroot, grasharie met tegen. Ik heb dus geen, we zijn hier, ze draaien en de maïdansie, een pokoe de maïdansie. U hoort ook het antwoord van de president over de kwestie Venezuela. Maar Venezuela vind ik zeer interessant, omdat om te voorkomen dat wij zaken van de media vernemen, natuurlijk, hebben we twee dingen gedaan, althans drie dingen gedaan. Eén, we hebben geluisterd van wat zegt de media. We hebben gekeken naar de groepen die objectief wilden kijken naar het probleem in Venezuela, die
vakbonden die hun mensen, die hun teams gestuurd hebben in Venezuela. En we hebben onze mensen gestuurd in Venezuela om op basis van de waarneming aan de grond. Dit heeft niks te maken met ideologie. Er zijn internationale afspraken. Er zijn internationale uitgangspunten. En Suriname verstoot zich niet om mensen te verdedigen. Suriname houdt zich aan de internationale afspraken en principes. Wij hebben die regels niet gemaakt. De internationale gemeenschap heeft ze gemaakt. En wanneer we vanuit dat punt vertrekken en we zouden de internationale afspraken schaden, dan zouden de Tito's en de Sukarno's en de founding fathers, die zouden echt hun graf draaien. Wij zeggen dat dialoog, dat schrijft internationaal voor. Verder schrijven ze over legitiem gekozen presidenten. Men daar binnen de grondwet moeten te alle tijden verdedigd worden binnen hun constitutie. Wij geven aan dat we consequent internationaal nog steeds staan achter dat principe. Wie het wil loslaten, groot of klein, no importa. Wij geloven niet in inmenging. Wij geloven in vreedzame coexistentie. We hebben gezien wat inmenging betekent in het oosten, in verschillende landen. En wij willen voorkomen, we hebben dit gebied ooit tot zone van peace verklaard. En het moet mogelijk zijn om het zo te houden. Wij zijn niet bezig Venezuela te verdedigen. Wij zijn bezig ons internationaal standpunt, welke we altijd hebben gehad, overeind te houden. Wij zijn geen pionwaaiers en gaan buigen en komen onder druk te staan. Als u in elk geval met deze man praat, laten we praten volgens wet en regelgeving. En we zijn open, we zijn geen groot land als mensen rommel in de wereld kunnen maken en boter zeggen wat hij wil, maar dan weet ik van, luister, ik heb met een opgeheven hoofd het standpunt internationaal waar ik stond. Met een opgeheven hoofd verdedigd. Maar ze willen echt niet de vraag hoor. Als ze daar binnen willen binnenwandelen, of ze hier willen binnenwandelen, wandelen ze zo binnen. Natuurlijk gaan ze een pretext zoeken. Daar moeten onze mensen hier voor zich zijn. Ze gaan een pretext zoeken. En ik kan je nu zeggen. Ik kan je nu, terwijl we hier zitten. En ik precies kan zeggen, wanneer ze met buitenlandse inlichtingendiensten hebben vergaderd, in die keer waar en met wie, en wie ze rondrijdt. Maar stel voor dat ik zou weten in Nederland, ik zou niet, veel familie daar, ik zou niet weten wat in die keer gebeurt. Denken ze dat echt? Of denken ze dat? Maar goed, en dan one-on-one zal ik ze vertellen. Maar ik vind die vraag heel erg belangrijk hoor. Dat we niet denken van Bouterse is hier bezig Venezuela of welk land dat ook te verdedigen. Wij gaan uit van internationale principes waar we achter staan en die kunt terugvinden bij de UN. En achter die principes staan we. En u moet mij niet vragen om die principes te schaden. U kunt ze schaden, u kunt ze overboord gooien. Jullie zijn groot en sterk. En ik vecht niet aan de achterdingen. Voor je vriend van me zou zeggen. You don't have to fight to be a man. Alleen als dat erop aankomt. A man has to fight sometimes. En in 2020. Then you have to be a man. Op social media circuleert een video waarbij gewezen wordt op de vervuiling van het Bronsberggebied door activiteiten van goudzoekers. Minister Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft in dit kader het volgende statement uitgesproken.
We hebben inderdaad ook de berichten gehad dat Bronsberg vervuild is. En naar aanleiding van die berichten hebben wij Senatie de opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten in het gebied. Senatie is vorige week samen met de ordening goudsector geweest. En daarvoor is de ordening goudsector ook wel enkele malen geweest. Het probleem is namelijk dat inderdaad in vorig jaar hadden zich nog wat goudzoekers zich daar gevestigd. Maar in de loop der tijden hebben wij dus de afgelopen jaar, de 6 maanden zeker, hebben we ordening goudsector hebben we ingeschakeld om daar dus de controle uit te oefenen. Samen met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is daar werk van gemaakt en de mensen zijn allemaal uit het gebied verwijderd. Ze hebben elders de ruimte gehad om hun activiteiten te ontplooien. Echter heb je altijd nog mensen die het willen proberen. En ze doen het natuurlijk op momenten waarop er geen controle is. Maar u begrijpt, het park is zo groot, het gebied is erg uitgestrekt, waardoor wij dat niet altijd onder controle hebben. Maar vorige week is de ordening, een delegatie van ordening goudsector geweest. En zij hebben dus geconstateerd dat er niemand meer daar is. Echter hebben ze wel een put aangetroffen achter de leeuwval. Wat wij nu hebben besloten, op een vergadering van vrijdag jongsleden, die de Senatie heeft belegd in spoedopdracht van mij, om samen met de stakeholders te praten en te kijken wat er allemaal daar gaande is en welke maatregelen we kunnen treffen. In elk geval is nu de opdracht gegeven dat deze week nog een permanente bewakingspost op de berg moet komen. In een combinatie met jachtopzieners, de mensen van OGS en de politie. Eigenlijk is het niet zo alarmerend, laat me zeggen, als de berichten zijn gekomen. Dus ik kan de gemeenschap wel geruststellen dat wij, niet dat we niks doen, maar dat we heel hard werken om dit probleem tot het verleden te gaan laten behoren. Omdat voor ons ook belangrijk is dat, dat de Bronsberg als natuurpark blijft functioneren. Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het gebied en dat gaan we zeker niet uit de weg. Kijk, ik kan niet zeggen dat het 100% beveiligd is. Ik zeg het nog een keer, het gebied is erg uitgestrekt. Vroeger kon je alleen via 1 ingang naar de berg, maar nu zijn er verschillende ingangen. Dus waar wij nu aan gaan werken, is om te kijken of we op de een of andere manier de toegang naar die berg van die andere ingangen, die illegale die gemaakt zijn, dat we dat dan nu gaan afbouwen. En de mensen daar dus niet meer via de ingangen kunnen komen. Zeker nog 2 illegale ingangen. Dus daar werken we aan en daarom gaan we dus die delegatie er naartoe sturen, zodat zij, als ze in dat gebied zijn, dat ze de dingen kunnen traceren en dan maatregelen kunnen treffen. De overtreders zullen zeker, want er is nu aangifte gedaan door Senatie, omdat er iemand illegale aan houtkap heeft gedaan op illegale manier. De mensen, trouwens, op de berg is er geen concessie uitgegeven. Maar er is iemand die een concessie achter de berg heeft en die heeft toen een weg gemaakt naar zo'n concessie toe, zonder toestemming van SBB. En daartegen is er aangifte gedaan. En de gevolgen zullen natuurlijk, het wordt overgedragen aan de justitie. Dus Mikantaigi, tak nono de, ding bewijsmateriaal san de, na fuanting sa pesakeba. Nono de, no aswano kango, suku go to dape, bika a ministeria fu NH, den pur desma dape keba. En te wo mit desma, i kan verstaan tak a pis grong bigi, en une ma control desma, en altijd OGS no dape, nanga de jacht opziener. Te de wansi dat in de atrasi. Dus we mek moeite no, tak te wo mit desma, dat is ma na prakseri dat wo liep de vrij. Want dat we
Tjadengo, dat is goed als Rotterdam. Dat de mag sabi. Omdat de smaak kies aan okasieke wa, voor zoek goed naar een trapresie. En het ministerie van NH registreert de smadati en de smadat goed naar een trapis goro. Dus nu was man mag de moro naar Bronsberg. Juist hoe de nou bezig, alle de groepen in Europa, de toerisme sector, het ministerie van Handel en Industrie, het ministerie van NH, want ik heb passie en ik ga een steun nu in de toren dat ik passie gewe bakken naar Bronsberg, rehabiliteren passie helemaal en dat we gaan zoeken een passie voor met de osso dapen per desma etang de toeristen voor ook aan accommoderen desma more een betere passie. Dus maar ook het doel om ook aan go wante naar publiciteit. Maar ik kan tegen dus maar zij arkie met de mus arkie boom samen naga ADC voor dape naga de school toe voor brokopondo we broken nou en we treffen maatregelen uno apardon in ons mamoro want u was zo toen ziek ba minister voor zij des maar ongoor ook dape squid kwetti bika je is ab des maar euro kon naga kwek en kwek u sapke wa van kwek voor gevaarlijk en tegen suku go to den kap abusi opo en uno mag kapabusi dape opo bika uno na waf de moro grun kondre na grun tapu en te utak una grun kondre da umus umus suku fu ore so tu dat no antak des mano mus roko we suku wan tra fasi pe des makan kan verdin wan brede en dat mek u de na big plan bezig tak a grun pe des ma suku ding go to kaba den kap opo kaba wo go rehabiliteer na agron dati yonaso uwango duansa na agron ta kukan prano ansa da pesa kan gro en dat des masrefi in na buurt hier vooral de umas wa kafe no wan roko en no no de des ma eluku gimi e fu kan pran podosiri da pe en wan wan soort grasi sa de gebruikelijk veevoer go gide giden kau na krabita yang dus a grasi dat o sukuf pran da pe zo maak agron ook kon dat tapen natuur vastibaka, lek voor abendevosi. Maar toch wordt de minister, niet de minister, de regering verweten van nonchalantie en zo, minister. Dus desma is tak tak ministerie aan het doen niks, maar ik kan zien dat de regering nu kan doen alles aan wante, maar desan samitaegi tak zou het doen nu. Desan dat ook is beten maar een voorbereiding van, dus een vroko na visie, de furu una kan go dape en de afpassi we hou op une go door. Dus we brea vroko boom fasi voor en dadelijk yoshi eind van de maand strefieke ba yoshi wo begin na nga wa aksi dape. En het wan lezi duidelijk efus, maar pote futu dape dak tego suku go to da bigi probleem. Da bigi probleem, as wa dat o akis bigi probleem. So tu strafu de gide sot san. Dat na justitie o bepaal uno o desmasa o hou desma aan dat die rechters dit nou au ga kruto en da kruto bakrasa taksa o pasara na desma dat. Het is de redactie van Focus opgevallen dat enkele verkeerslichten op belangrijke kruispunten zijn uitgevallen. Sylvana Groeneveld heeft in dit kader een gesprek gehad met het hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, de heer Henk Wip. De verkeerslichten op de hoek van de Dr. Javier Edmondstraat en de Swaten-Ovenburgstraat, waar wij op dit moment zijn, en die van de Johan Adolf Pengelstraat en de Gemeenelandsweg zijn al geruime tijd buiten werking. Vanaf wanneer is dit het geval? Om te beginnen bij het verkeerslicht van de Swaten-Ovenburgstraat met de Javier Edmondstraat. Dit licht is al zeker 2,5 maanden uitgevallen. Dat is een technische storing. We hebben contact met de leverancier. En het mooie van dit systeem is dat we door middel van een simkaart de leverancier kan inloggen in het systeem om met ons mee te kijken wat het probleem is. We hebben in eerste instantie zelf onderzoek gedaan, we kwamen er zelf niet uit. En we hebben de leverancier ingeschakeld. En uiteindelijk is gebleken dat er een onderdeel van het systeem een stuk is. Dus dat is nu bekend en wij zijn nu doende om het onderdeel te bestellen om het verkeerslicht zo snel mogelijk weer in werking te hebben. Dat van de Gemeenelandse weg en de Pengelstraat.
Dat verkeerslicht is in, ik dacht even voor de kerstdagen is dat uitgevallen. Daar hebben wij vanwege een blikseminslag is het een van de MOSFET-kaarten die de besturing van het systeem regelt is doorgebrand. En wij zijn nu bezig om de reparaties uit te voeren. We hebben de testen uitgevoerd om te kijken, maar de kaart is totaal niet meer bruikbaar. Dus we zijn nu bezig om wat reparaties en te kijken hoe we dat systeem weer zo snel mogelijk in werking kunnen krijgen. Er is op de hoek van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Zwartenhoevenbrugstraat een agent, een verkeersagent om het verkeer dus in goede banen te leiden. Maar hoe lang denkt u dat dit nog zal moeten geschieden? Nou, we zijn de politie in eerste instantie heel erkentelijk dat zij dit oppakken. Wij van het ministerie moeten in ieder geval zorg dragen dat de verkeerslicht in werking is. Wij doen ons best om het zo snel mogelijk weer in werking te hebben. Ik wil er nog geen tijd aan verbinden, omdat we nog even wachten op de leverancier. Maar het is het ministerie wel menens om zo snel mogelijk het verkeerslicht weer in werking te hebben, zodat de politie zich weer met andere taken kan bezighouden. Wat denkt u dat het ministerie zou kunnen doen om dit probleem te voorkomen? Of zegt u dat dit buiten de invloed van het ministerie ligt? Het ligt een beetje buiten de invloed, omdat het een technisch probleem is. We hebben er niet zien aankomen. En ik heb ook aan de leverancier gevraagd van wat de reden kan zijn dat dat betreffend onderdelen stukken zijn gaan. Dat is een CPO, noemen men dat. En men geeft aan dat het een beetje onduidelijk is, waardoor het kan met zaken die niet makkelijk stuk gaan. Dus wat wij doen is dat wij in elk geval proberen om het systeem zo goed mogelijk te beheren. Maar het valt buiten de invloed van het ministerie, jammer genoeg. Maar we gaan in elk geval naartoe werken dat we zo snel mogelijk het probleem verhelpen. Als we naar het verkeerslicht kijken aan de Dr. Sophie Redmondstraat, hij is beschadigd. Dat komt door de brand die we dus op nieuwjaarsdag hadden. Heeft dat ook te maken met het feit dat hij niet werkt? Dat probleem komt er nog bovenop. Omdat er bij de brand is gebleken dat de drie lichtbakken door de hitte zijn gesmolten. Het zijn gedeeltelijk of geheel. En wat wij nu moeten doen is om te kijken of de bedrading die in de buizen loopt, of die geen schroeischade hebben opgelopen, moeten kijken. Maar dat moet getest worden pas als het systeem weer in werking is. Dus dat is, dat is ook een mineur dat erbij komt. Maar we hopen dat in elk geval zo snel mogelijk te verhelpen. We gaan wel kijken of we dat vooraf kunnen testen om andere lichtbakken te plaatsen. We hebben het nog even gelaten omdat we nog de schade willen bekijken en ook richting de verzekering willen kijken om dat weer vergoed te krijgen. Beste kijkers, u kijkt nog steeds naar het programma Focus. De First Lady van de Republiek Suriname, mevrouw Ingrid Boutersen-Waldring, heeft van de ambassadeur van China een geste ontvangen. Het gaat om 22 fietsen en 15 laptops die ze mag gebruiken voor het werk dat zij verricht voor ons geliefd land Suriname. Dit alles gebeurde op het bureau van de First Lady op dinsdag 8 januari. Als ik First Lady ben, ben ik bezig natuurlijk met sociale projecten en ik heb altijd de ondersteuning gehad van de ambassade van China. Dus ook uw voorgaande ambassadeuren hebben mij heel goed ondersteund. We hadden een leuke samenwerking en ik heb gezien dat wij ook een hele goede samenwerking zullen hebben met de nieuwe ambassadeur. Ik wil hem bedanken. Ik wil hem bedanken namens Suriname. Want uiteindelijk doen we het voor de mensen die het minder hebben. Ambassador, today another donation to the Bureau of the First Lady. What is the initiative to do this? Oh, I think this is a kind of tradition between the Chinese Embassy and the Bureau of the First Lady. We've been trying to do our best to help the First Lady for her charity work. And this time we donated about 22 bicycles and 15 laptops for students. And we are so happy that we can do our part for the charity work of the First Lady. We are very much impressed with her enthusiasm
for the care of the less fortunate. And from media, and we read that Xi Jinping is very, very busy, you know, doing this kind of charity work. We appreciate it very much. So we are just part of the efforts. And you know, the relationship between our two countries are very well. I emphasize many times that China and Suriname, we are good friends, good partners. We help each other. We respect each other. We support each other. So this is also a reflection of our good relations. And I've been here for about 4 months. I enjoy very much staying and living in Paramaribo. And I try my best to also go to visit other areas. Everywhere I go, I was very, very, very much welcomed. And I see the beautiful country, so diversified and so colorful with its culture. And people are very friendly and hospitable. And I enjoy the clean air and fresh air, and especially this season, we feel very, very cool, you know. We got very good sleep at night with the breeze. So Suriname is a very beautiful country, and we need to together to promote the Suriname in China so that people could understand more about this country. And this year, we are also going to have a program for people to go to China to study for degrees, and people go to China for short training. And last year we have been doing quite well. More than 400 Surinamese went to China for short-term training, and they all give me a very good and positive feedback. And some of them, you know, they said that they have had a better understanding of China. I think people-to-people exchanges lay the foundation for our relationship. I all the time emphasize this is one of the most important aspects of our relationship. Ons laatste onderwerp voor vandaag is een gesprek dat wij hadden met Elcida Tumere en Ronaldinho Pinas, die de winnaar zijn geworden van de 10 kilometer snelloop tijdens de 16e editie van de Biggie Brocky Waka. Beide atleten gaan in op hun ervaring tijdens deze loop. Wie is Ronaldinho Pinas? Ik ben Ronaldinho Pinas. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon op Mungo en mijn hobby's zijn zingen, dansen. En ik ben, ja, actief. Je bent actief. En een strijder. Oké. Okay. Je hebt de eerste plaats gewonnen van de Biggie Brocky Waka, 10 kilometer snelloop. Hoe voelt dat aan? Ja, voor mij is een eer. Eerste plaats, Biggie Brocky. Want het is zwaar. Ik ga niet ook eens zwaar. Maar ja, ik heb mijn best gedaan. Ja, het is gelukt. Het is geweldig om als eerste te finishen. Want als sporter wil je als beste finishen. Want is waarvoor je eigenlijk traint. Hoe was de voorbereiding? Wel, mijn voorbereiding voor deze wedstrijd was, ik kan niet zeggen het was slecht, maar ja, het was niet zo best als ik normaal zou voorbereiden voor een wedstrijd. Ik heb me 1,5 maand kunnen voorbereiden voor deze loop, omdat ik in het buitenland zat. En ja, het is me geluk om toch nog voor te bereiden voor deze loop. En hoe lang heb je je voorbereid, Rob? Ik train al 3 jaren, dus ik ben een atleet, ik train al 3 jaren. Maar door mijn voorbereiding voor deze wedstrijd was 2 dagen, want we hadden vakantie daar. Is het niet gelukt om langer te trainen? Oké, is het je eerste keer dat je meedoet? Ik heb al eerder meegedaan aan andere wedstrijden, 10 kilometer wedstrijden. Maar voor de Biggie Brocky Waka is mijn eerste keer wel. Want ik heb al Suriname vertegenwoordigd in het buitenland, in Jamaica. In Bahamas hadden we meegedaan, op een 5 kilometer had ik meegedaan. En normaal doe ik ook mee op baanwedstrijden. 1500 meter, 5 kilometer.
Niet mijn eerste keer. Vanaf 2009 doe ik mee aan de Biggie Brokkie Wakka. En in 2012 had ik de Biggie Brokkie Wakka ook gewonnen, ook de 10 kilometer. En het is me van het jaar ook weer gelukt om deze loop te winnen. Suriname wint na lange tijd weer op de eerste plaats. Hoe voelt dat aan voor jou? Voor mij voelt dat goed. Ja, na lange tijd heeft Suriname weer gewonnen. Het is een Surinaamse wedstrijd en ja, en we kunnen het allemaal. Geweldig natuurlijk, want ja, je wil altijd dat de Surinamers moeten winnen, omdat die Guyanese jarenlang hebben gedomineerd. Dus uiteindelijk konden de Surinamers de Guyanese verslaan. Dus het is natuurlijk een heel goed gevoel naar Suriname toe. We moeten gewoon trots op zijn. Oké, okay, en ben je verbonden aan een vereniging? Ja, ik ben van AV Marwina. We zijn met ons twee lange afstandlopers en we trainen op Mongo. En we trainen al iets van 3 jaar. Oké, okay, en onder wie vallen jullie? Dus en we vallen onder La Salle Calderon. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Mijn plannen voor de toekomst wil ik wereldkampioen worden. Want ja, ze zeggen alles is mogelijk en ik geloof dat ik het kan maken. In de toekomst, ja, ik wil eigenlijk professionele training gaan doen. En daarnaast wil ik ook werken in een sportorganisatie, want daarvoor heb ik eigenlijk gestudeerd. En ja, als het me lukt, wil ik in grote organisaties werken. Okay. Hoe is het allemaal afgelopen in Frankrijk? Ik heb mijn studie succesvol afgerond en het was een studie van 6 weken. Het was een event management cursus en ja, het was goed. Heb je een Olympische droom? Ja, natuurlijk. Elke atleet heeft een Olympische droom. Dat is het grootste evenement die er bestaat in de wereld voor atleten. Dus natuurlijk heb ik ook een droom om eens deel te nemen aan zo'n groot evenement. Had je ook zware concurrentie tijdens die loop? Nee, er was geen sprake van concurrentie dit keer, omdat die Guyanese er ook niet waren. Er waren meer bij de dames alleen Surinamers. En ja, ik ben als beste Surinaamse geëindigd. Dus dat is geweldig. Mijn boodschap naar jongeren is dat hard werken, geloof, maakt niet uit hoe je eruit ziet, wie je bent, maar geloof maar en blijf strijden, je kan het maken. Natuurlijk heb ik ook een boodschap naar de jongeren toe. Mijn boodschap naar jullie toe is, geloof in jezelf, zet je 100% in. Met de genade en de kracht van de Heer zal het zeker lukken. Never give up and be a winner. U heeft gekeken naar Focus. Dit programma wordt van maandag tot en met vrijdag uitgezonden om 9 uur met de herhaling om middernacht, 3 uur, 8 uur en 11 uur in de ochtend via GovTV kanaal 8.3. Bedankt voor uw aandacht en tot morgen.